Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben daarnet hier lekker geslapen hier in bed bij de Green Attic in Gent. Het is de laatste keer, want vandaag keren we terug naar huis. Na heel veel leuke dagen gaan we terug eens back to reality. En het zal ook echt back to reality zijn, want er zijn nog een paar klusjes die klaar liggen. Maar we gaan niet weg. Vooraleer dat we eerst nog een bad hebben genomen in dit gezellige badkamertje op de kamer. Ja, leuk hè. Dus dat was hier heel mooi. Ik heel erg hard missen. Ook een mooie Instagram foto gemaakt hè. Ja. Mooi hè. Heel mooi. We hebben net nog genoten van een heerlijk badje. Dat is echt gewoon fantastisch hier. Dus net staan we hier terug aangekleed. Helemaal klaar om te vertrekken. Trouwens, ik ben echt een serieuze buik te krijgen. Ik vind het echt eigenlijk zo'n tonnetje zo te worden. Met al over de helft, hè? Ja, ja. Het is echt zo, ja. Echt een tonnetje, kijk maar. Ja. Kijk, onze babyboy was er hier ook bij. Hij heeft ook heel erg hard meegenoten. Hij is heel erg braaf geweest. Langs ook. Hij heeft heel erg goed doorgeslapen. Dus volgens mij vond hij het er ook fijn. Denk het wel. Dus denk het ook. We hebben hier heel erg hard nog genoten nog eventjes in het badje nog wat te gaan. Want die hebben al onze koffers moeten pakken. En, moeten, ja. Ja, om te vertrekken, ja. Goed, en hier staan nu nog eigenlijk, zijn nog wat eigenlijk de laatste spulletjes. Die moeten we allemaal nog even inpakken. En dan is het tijd om te vertrekken hier. Ja. Heb je ervan genoten? Ik heb ervan genoten. Oké, top. Ik ook. En op de terugweg nog even gestopt bij mijn mama, zijn we nu. We zijn hier iets aan het eten. En het is lekker. Het is heel lekker. Het is we zijn Chinees gaan afhalen. Ja. Ja, het was... Ja, dat is hier achter de hoek, dus dat is heel gemakkelijk. Mm-hmm. En ook nog eens leuk om mijn mama terug te zien. Hè? Nou, het is ook alweer lang geleden. Ja, het was lang geleden. De buik van Gina is alweer wat groter geworden. Ja, maar heel groot. En wij zijn weer terug thuis. We hebben al heel wat in orde gebracht. We hebben ook al alle was gedaan. Jij is nu de laatste was uit de wasmachine aan het ophangen. Op onze trap, want wij hangen altijd onze was op onze trap. Gewoon heel gemakkelijk eigenlijk. Zo moeten we nooit een wasrekje boven halen. En op onze trap is er toch best nog heel erg veel ruimte. In onze woonkamer is het ook altijd warm, behalve toen we hier aankwamen. Nee. Toen was het maar 12 graden. Dat is echt wel heel erg koud. Maar toch, nu zitten we hier in de set wel weer een aangename 20 graden. Oké, dus het is hier nu wel terug een beetje wat doenbaar. Maar daarnet was het hier echt wel heel fris. Maar we hebben echt een heel erg fijne periode gehad. Eigenlijk vind ik het jammer om er opnieuw thuis te zijn. Maar anderzijds is het ook wel weer een keertje goed om na zo'n langere periode weg te zijn. Om terug opnieuw in mijn eigen bedje terug een keertje te kunnen slapen. Maar toch, ik heb er echt super hard van genoten. En ik weet Jenne ook. Jij ook, schatie. Oh, geloof. Ja, en een baby ook. Dus we hebben echt wel een top tijd gehad. En wij zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe vlog. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.